Met nog een paar weken te gaan voor de Formule 1 is het flink aanpoten voor circuit Zandvoort. Op de vaste tribune is normaal gesproken plek voor zo'n 3500 toeschouwers. En tijdens de Formule 1 worden er 105.000 bezoekers verwacht. Daarvoor moeten dus heel wat tribunes worden bijgebouwd. Nou ja, we zijn vol in de opbouw. Hè? Jarenlang van planning achter de rug. Maar nu is het echt de uitvoering van het hele plan. En nog voordat er iemand eigenlijk op die tribune is gaan zitten, is het al een fascinerend project waar we allemaal heel enthousiast over zijn. Gaat het lukken voor 5 september? Nou goed, daar zijn we niet in balbezit. Hè. Dat wordt door de overheid bepaald. Maar wij hebben geen keus. Wij moeten er gewoon klaar voor zijn. En wij hopen en we verwachten dat vanaf 1 september sportevenementen en zo weer normaal zijn doorgang kunnen vinden. Vrijdag zal het kabinet waarschijnlijk meer bekendmaken over het wel of niet doorgaan van de Formule 1 met publiek. Maar daar ligt Jan Lammers voor die tijd niet wakker van. Weet je, dingen waar wij geen invloed op hebben, daar maak ik me zeker nooit zorgen om. Wij proberen ons te focussen op ons eigen ding, op onze eigen verantwoordingen en plichten. En daar zijn we nu plankgas mee bezig, letterlijk en figuurlijk. Dus ik hoop dat als wij op 5 september hier om deze tijd staan, dat dan de auto's voorbij rijden en dat we allemaal veel plezier kunnen hebben.